Ja. Oké, kerels, ons is hier zo. Ons hier niet vrij staat vanaan. Kijk hier bij mij. Hoe is een vriend Toby? En met drie plaasaanvallen. Hoe die boeren nou rol. Hulle het nou een nieuwe type plaashond of een waghond wat hulle gebruik in die aande op die plaas. En ik beloof vir jou, daar is geen moeilijkheid hier so in die aand met plaasaanvallen nie. Hulle my sien. Lobongula, kom hier so. Kom pa. So ja, baie goeie alarmstelsel op een plaas, natuurlijk een leeuw. En dit is hartseer, maar sê reine waarheid hierdie mense, dit is geensins aansit in een leen hierdie nie. My vriend erg waar, hier word aanvallen beplan, hulle die inlichting gekry, en hulle het geen ander keuse as om die hierdie leeuw nie aan, om hulle plaashuis los te laat. Hulle het wel een manier om die leeuw weer terug in die kamp te kry. Maar het is tragisch as ons boere tot sulke mates moet gaan, om het onveilig voel. Het is hartseer en die plaasaanvallen is iets verskriklik deesda. Niet te min, het is nog steeds vir my een riem onder die hart en sag op die oog om een leeuw in die aand so naby in die huis te sien. En jy kan nie anders om te sê, dit is maar jou beste waghond wat jy kan kry hierin nie. Ja, hy het al die getuie, hy het al die evidence op, jy weet, so. Sy voet is geroep om toe, Abie. Ik heb nog lekker op mijn paardje gereden. Hey, ja. Dit zijn 3 dagen terug.